Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is dagelijks bezig met diverse werkzaamheden. Aan de nieuw weergevonden weg zijn werkers van het ministerie ook bezig met rehabilitatiewerkzaamheden. De weg is compleet aangepakt en zelf voorzien van voetpaden. De nieuw weergevonden weg wordt vanaf de Indira Gandhiweg tot en de Magentakanaal gerehabiliteerd. Zijn er dan wegomleggingen? Indien de noodzaak bestaat tijdens de werkzaamheden, wordt de weg omgelegd en de omleiding vindt sowieso plaats via de dichtstbijzijnde zijwegen. Het maatschappelijk voordeel is ten eerste, er komt een visuele scheiding tussen de rijwielpad en de rijbaan. Dus qua veiligheid is het nu veiliger, wordt het veiliger voor de gemeenschap en de weggebruikers. Wie draait op voor de kosten van het project? De werkzaamheden worden in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie verricht. Dus de overheid betaalt, draait op voor de kosten. Zodra de werkzaamheden worden afgerond, worden de wegmeubelen sowieso aangebracht. De eerste fase, zoals ik eerder zei, is daar afgerond. De tweede fase is namelijk het openbreken, openbreken van het asfalt. Daarna wordt er dan een verdichte beeskorslaag aangebracht van 35 centimeter, waarop er dan een eerste asfaltlaag komt, oftewel de beeslaag, die heeft een dikte van 6 centimeter. En daarop heb je dan een tweede asfaltlaag, en dat is ook, heeft een dikte van 5 centimeter, oftewel de binderlaag. En die binderlaag is momenteel vanuit de Koesewijnenstraat tot de leiding 22 aangebracht. Dus dat is fase 2. De derde fase is eigenlijk waarmee men nu bezig is, het aanleggen van de langsparkeervakken. En daarna komt dan de verharding van de berm, ook in betonstraat Sene. En die loopt vanuit de langsparkeervak tot aan de erfgrens. Dus als laatste fase kunnen we zeggen dat de laatste fase is eigenlijk het aanbrengen van de toplaag van asfalt. Die heeft een dikte van 4 centimeter. En zoals ieder weet die de nieuw weergevonden weg rijdt, de eerste gedeelte vanuit de Indira Gandhiweg tot en de Koesewijnenstraat is al afgerond. Dus er is dan de geasfalteerde rijbaan is dan 6 meter. En aan weerszijde komt dan 1,5 meter rijwielpaden. Dus de totale geasfalteerde breedte is dan 9 meter. Naast je geasfalteerde weg heb je dan de langsparkeervakken van aan weerszijde 2,5 meter. En daarnaast komt dan die verharde berm ook in beton straatsteen tot je erfgrens, die ook als voetpad gebruikt kan worden. Sowieso worden al de buurtbewoners betrokken bij het project. Voorafgaand van de werkzaamheden worden alle buurtbewoners in kennis gebracht voor de werkzaamheden die zullen volgen. En sowieso ook via de media vindt er bekendmaking plaats voor de werkzaamheden. Hebben jullie enige stagnaties ondervonden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden? Zoals ik al eerder zei, lopen de werkzaamheden vlot en hebben we op planning staan volgend jaar 2020 juli de weg geheel op te leveren. Rachel, van vind je historie dat het ministerie voor Openbare Werken met nieuw weer gevonden werd? Ik vind het prima nadat we een voetpad komen. Dat Olibus maar ook wat kan zijn, zo naar Wakata Papasi. Het is een vooruitgang, maar voorin wordt het een beetje gevaarlijk voor die leerlingen, want ze gaan heel vlak bij school. Maar ik vind dat nu toe niet zo echt nog mooi uit, maar het gaat wel. Ik ben best wel tevreden. Vind je het boom dat je met Papasi? Ja. Ik vind het een mooie chasso. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Wat is het gevoel dat ik het gevoel heb? Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Oké, dank je. Hoe lang hadden jullie te kampen met dit probleem dat er geen voetpad was? Jarenlang. Ja, ik ben ook pas hier komen wonen, nauwelijks 3 jaar, dus ik kan niet echt veel praten over het nieuw weergevonden werk. Maar voor de korte tijd dat je hier woont, dan ben je tevreden met de werkzaamheden die worden uitgevoerd? 100%. Ja.
Jarenlang eigenlijk, want we hadden geen voetpad. De weg was eigenlijk smal, maar naarmate hebben ze het beter gemaakt. Dus ja, het is al eigenlijk jaren.